Hallo iedereen, ik ben Jovan en vandaag zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Mindtopia. Ik ben just Jovan, zoals ik al eerder zei in de video. En ik ga vandaag eventjes voor één dagje het overnemen van Martje. Ik heb trouwens gehoord, wat rumoeren in de stad, dat Martje een nieuwe apotheek heeft geopend. En natuurlijk ga ik daar straks eventjes een kijkje nemen. Eerst eventjes wat meer over mezelf. Ik ben Jovan, 14 jaar en ik ben van Mindtopia speler eigenlijk. De eerste week of de tweede week ben ik al overgegaan naar Mindtopia staf. Sindsdien ben ik politiechef. Ik heb op dit moment mijn spullen niet bij me. Het hoeft ook niet, want ik ben in Rolandia ben ik politiechef en niet hier in Cotraxia. Ik denk dat jullie hier wel de weg weten, aangezien Martje hier vast ook al een paar keer is geweest. Maar goed, ik denk dat ik eventjes langs ga bij Martje en even wat ga kopen. Zoals je kan zien, ik heb 54.000 op de bank staan. En ik denk dat ik gewoon lekker alles er doorheen ga halen bij haar. Gewoon lekker omdat ik ook fitheidsdingen nodig heb. Zoals jullie kunnen zien, ik ben fitheid 82. Alleen, het kan meer worden. Maar goed, hè. Ik wil natuurlijk uiteindelijk ook, net als Martje, wil ik fitheid 100 hebben. Dat is wel echt gewoon de streven waar elke Mindtopia speler slash staf naartoe gaat. En zoals jullie zien, we lopen nu langs het politiebureau. Het is Cutrexia eigenlijk. Heel veel mensen zijn er niet. Of er zijn weinig mensen, bedoel ik. En ik vind het eigenlijk best wel jammer. Want het is geen lelijke stad of zo. Ja, weet je. Kijk, alleen het is wel een beetje. Hier zijn toch de beginners en de mensen die niks doen met hun leven. In Mindtopia dan natuurlijk. Goed, ik heb eventjes gekeken naar de vorige aflevering van Martje. Waar de nieuwe apotheek is. En zoals ik kan zien, er zijn al heel wat mensen. En daar staat Martje eventjes netjes op mijn beurt wachten natuurlijk. Oh, wacht. Gaat hij wat doen? Ik weet het niet. Nou, kom ik wel even. Hi! Hey, hi! Hey! Kom verder. Oh, even. Oh, ik kan hem niet dicht. Lastig. Oh, ja, daar is hij. Oké. Okay. Okay. Hey, hoe gaat het? Ja, goed. En met jou? Ja, het gaat helemaal prima met mij. Hey, top. Heb je trouwens al rare of vreemde klanten gehad hier? Ja, best wel. Wie? Vertel. Ik wil alles. Ja, ik weet de namen niet meer. Maar net ook, wou iemand via de achterkant naar binnen. Dan staat duidelijk op dat het niet mag. Oké. Okay. Ja. Vreemd. Ja, beetje vervelend. Ja, sommigen kunnen niet lezen, denk ik. Nee. Wauw. Oké. Ja, ik wilde eigenlijk eventjes een kleine bestelling doen. En daarna denk ik dat we eventjes kunnen rondlopen hier of zo. Ja, dat is goed. Ja, ik denk gezellig. Dat we straks even bij moeten praten. Ja, dat denk ik wel, ja. Gezellig. Oké. Okay. Ja. Hey, heb jij voor mij 10 golden apples? Want even kijken hoor. Oh. Nee, 20 golden apples. Ja. 20 carrots en 5 vitamine D-pillen. Heb je dat? Ja, je zei klein in bestelling, maar... Ja. Ja, dat is goed. Ik pak het even. Wacht. Wat doe jij? Ja, ik doe het. Ja, ik geef het straks hierheen, want het is een grote bestelling. Je moet nog wel even pinnen natuurlijk. Ik zal even uitrekenen hoeveel dat kost. Ja, doe maar. Even kijken. Dat is dan 48.750 euro. 48, ja jongens. Dan gaan we even voor de makkelijke manier. Yeah. Alsjeblieft. Oh. Ja, helemaal top. Ik zal het even... 5 vitamine D, zei je. En 20... van elke gold. Even kijken. Daar staat iemand. Oh, ik doe wel even deur dicht. Zo. 1, 2, 3, 4, 5. En kijk, deze twee moet je nog... een beetje te dichtbij. Wow. Zo. Kijk. Nou, dan denk ik dat ik het thuis lekker even in mijn kist ga doen. Ja, is goed. We zouden even lopen, toch? Ja, gezellig. Gaan we via de achterdeur eruit. Zijn die deuren al dicht? Ja, oké. Okay. Ja, zijn dicht. Laten we hem uit. Oh ja, ik moet jou eruit laten. Hè? Kijk eens aan. Hey, zo. Wat is dit dan? Is dit ook van jou of niet? Nee, dit is niet van mij. Oh. Maar het is wel super mooi, hè? Ja. Het is ook, dit is erg origineel. Ja, ik vind het heel mooi. Ja, heel veel mensen die zetten gewoon iets van een gebouw neer of zo. Maar ja, maar dit is gewoon echt zo'n tuintje waar je lekker kan drinken en zo. Ja, precies. Cool, hè? Ja, dat is leuk. Maar ik vraag me af, hoeveel sister die? Dat is toch een wethouder? Ja, klopt. Mag je als wethouder een winkel hebben? Ik heb geen idee, joh. Wow. Blijkbaar. Oké, nou, dan stel ik voor dat we eventjes naar mijn winkel toe gaan. Of naar mijn huis toe gaan.
Oh ja, naar je huis. Ja, heb je eigenlijk nog wat te vertellen? Want ik zag dat we even moeten bijpraten. Maar nou, er loopt elke keer iemand tussen ons in trouwens. Heel vervelend. Ja, dat is wel vervelend inderdaad. Ja. Nee joh, ik heb je een tijdje niet gezien eigenlijk, hè? Ja, klopt. Nee, ik was ook met familie eventjes naar een andere stad toe. Oh, ja. Zeg maar, naar buiten Mytopia. Het is echt, ik zat echt iets van, het zal het zijn. Ik ben speciaal helemaal naar een andere stad toe gegaan. Volgens mij Mytopia was dat. Dan ben ik helemaal op de trein gestapt daar. Oh, waar ga je heen, joh? Ja, nee, ik ga even tussenwegjes. Ja, ik zie het. Maar ik ben helemaal op de trein gestapt via Mytopia en ik ben helemaal naar een andere stad toe gegaan. Het is echt... Wow. Hoe heette die stad? Ken ik het? Ja, goede vraag. Nee, ik ben zelf de naam een beetje vergeten. Wow. Ja, heeft heel veel indruk achtergelaten, blijkbaar. Ja, dat niet. Nee, want ik had het niet zo heel erg naar mijn zin daar. Oh, echt? Ja. Ik ben blij terug te zijn hier. Ja, nee, ik ben heel blij, want eindelijk weer in Mytopia. Of Mytopia, Cutrexia dan nu, maar... Ja. Weet je, toch de gezelligheid hier, dat is toch wel erg mooi. Maar goed, ik ben dus een beetje voor de drukte gegaan. Ik ben, of in de drukte, de hoge gebouwen. Daar ben ik heb ik een beetje voor gekozen. Wauw. Ja, precies. Dus ik ben in Cosmopolitan gaan wonen. Wauw. Ja, cool. Samen met de oud-collega's nog van het advocatenbureau, want dat had ik ook nog niet verteld. Ik ben een advocaat geweest. Bij BD Advocaten, ook in Hollandia. Dus ja, en dat beviel me echt best wel goed. Dus, cool. Ja, dat is die trouwens groot, hè? Ja, het is mega hier, maar goed. Ja. Even kijken of ik de weg nog wel kan vinden. Oh, jongens. Wow. Dat is zo moeilijk. Zijn kleding. Je hebt zelfs schoenen. Oh, echt? Ja. Oh, wauw. Ja, dat is mooi. Wow. Oh, die stockmarket is ook mooi, hoor. Nou, er zit heel veel geld in, zo te zien. Ja. Als je hem gaat slopen, nou, dan heb je echt... Ja, dan ben je echt rijk, denk ik. Heel wat blokjes van 1000 euro. Hè? Ja, precies. Ja, precies. Wow. Nou, dat gaan we even laten. Ja. Ik denk niet dat ik nu nog naar binnen mag. Ik heb geen idee. Ja, ik ook niet. Huh? Weet jij wat dat is? Wat? Oh, dit? Ja. Even kijken hoor. Oh, er staat een bordje. Dit hele aankomende weekend is de inkoop dicht. Oh. Wow. Nou, hè? Nou, minder inkopen. Het zal. Ja, precies. Hé, hey, nou, dit is dus mijn huis. Oh, wauw. Ja, dat is mijn parkeerplaats hier. Nog geen auto? Ja, nee, mijn auto die moet nog even uit Rolandia komen. Die moet nog even een keertje hierheen rijden. Maar goed. Nee, ik heb geen post. Ja, de inrichting moet trouwens ook nog komen. Ik zie het, ja. Ja, precies. Ja, maar ja, weet je, het is in principe, het is super ruim. Het is echt heel ruim, ja. Ja, dat is wel. En ook vet mooi uitzicht, geloof ik. Even kijken. Oh, nee, dan moet je mijn kamer eens zien. Staat iemand voor je deur te shiften? Wie is dat? Femke. Oh ja, wacht even. Oh, dat was mijn Valentijn. Waar is ze? Stond hier ergens. Hey. Vraag hoe het gaat, hè? Ja. Kom. Even kijken, ik zal het zo vertellen op Teamspeak. Kusjes. Wauw. Nou, dan gaan we even verder. Oh ja, wel even om te beginnen. Hier is mijn zwembad. Oh. Moet cool. Nog wel gefixt worden trouwens, want het is een beetje ondiep. Dus auw. Ja, precies. Nou, ja, wel mooi, maar inderdaad... Ja, even kijken hoor, want volgens mij was het de persoon van Bouwbedrijf Online. Jazeker. Nou, dan zal ik die zo even contacteren. Nou. Ja. Nou, zoals je ziet, hier is mijn mooie bankie en dingetjes. Tafel. Wauw. Dus dit was niet zo... dit was niet zo heel goedkoop trouwens. Dat was wel... Nee, is wel jammer dat het niet zo goedkoop was, maar goed. Nou ja, dan heb je wel wat, toch? Ja, precies. Nou, hier dus. De deur...
kijken. En ik ben dus ook, omdat ik heel erg aan mijn fitheid wil werken. Ja. Heb ik hier ook expres waterbakken neergezet. Oh ja, mijn handig. Mijn planten erin ook gelijk. Ja. En ik heb hier een beetje een wenteltrap gemaakt. Ja, zoals je kan zien, hier ook een prachtig uitzicht. Wauw, de zon gaat onder. Kijk dan. Oh, wauw. Oh, dat is echt mooi. Oké. Okay. Ja. Nou, daar zijn kamers, maar ja, dat is privé. Nou, en dan is hier het balkon. Ook mooi, hè? Echt wel. Nou, en dan heb je hier even mijn kamer. Oh ja, trouwens, je bent wel heel snel. Ja. Ja. deze muur ga ik er ook nog uit laten breken. Oh ja, dit is nog een aparte kamer, zie ik. Ja, en dan ga ik daar ga ik mijn kamer van maken. Oh, cool. Ja, hup, en dit zijn mijn kisten. Hup, en dit zijn mijn kisten. Oké. Okay. Ja, precies. Nou, kijk, en ik heb in die chest heb ik al mijn eten zitten. Zou dat ik ook kan ik niet zien. Even dit in doen. Zo. Nou, en dan hebben we mijn huis gehad, in principe. Wauw. Allemaal hartstikke bedankt voor het kijken. Willen jullie nou meer zien van mij? Kijk dan de link in de beschrijving. Dat is mijn kanaal. Ik ga natuurlijk vaker opnemen met Martje. En ik hoop dat jullie me allemaal willen steunen in de groei in Mytopia. Maar ja, weet je, ik zal ook nog wel een keertje het hele verhaal vertellen over mijn Mytopia speler naar staf verhaal. Dat is ook wel boeiend, denk ik, ook voor jullie. Ook voor jullie om te kijken of misschien jullie ook staf kunnen worden. Want er is nooit te weinig staf en er kunnen altijd meer mensen komen om de spelers te helpen. Ja, willen jullie nou meer van me zien? Check dan inderdaad ook de link in de beschrijving. En dan zeg ik samen met Martje... Even abonneren allemaal op hem, hè? Ja. Ja, en natuurlijk ook op Martje abonneren. En dan zien we jullie in de volgende aflevering. Doei! Doei doei!